Yo mensen, tof dat jullie kijken naar deze gloednieuwe video van mijn kanaal GamesView. En in deze video, zoals je aan de titel kan zien, gaan we de Q&A doen. En ja, ik had het een week geleden aangekondigd, iets langer zelfs. En ik had het een beetje druk met video's en ik had visite. De squad kwam langs 2 dagen, dus ik had 2 dagen geen tijd om de Q&A op te nemen. Dus ik dacht van, weet je, vandaag heb ik tijd, vandaag gaan we opnemen. En sorry dat het iets lang heeft geduurd. Maar we gaan gewoon een paar vragen beantwoorden. Ik kan niet iedereen zijn vraag beantwoorden, sorry daarvoor. Ik heb gewoon een paar goede uitgekozen die ik nog niet echt had gezien in de Q&A's. En laten we maar gewoon gelijk beginnen met de Q&A. Let's go! De eerste vraag is van Markarsha for real. En Markarsha vraagt: GamesView, ik vind jou echt een baas. Hey Markarsha, jij hebt ook een baas. Thanks dat je mijn baas vindt. Mijn vraag aan jou is: hoe kwam je op het idee om YouTube te beginnen? En waar hou je je inspiratie vandaan? Hoe ik het op het idee kwam. Het begon in groep 7, 8 op de basisschool. Eind basisschool, zeg maar. En toen keek ik veel Jurassic. Weet je, Jan die deed kot commentaries vooral. GTA deed die ook al. En ik vond het super ziek. Ik hield van gamen en ik hield van zijn videos. Hoe hij praat over de gameplay. Gewoon met de facecam in beeld. Challenges met games. Ik vond dat sick. Ik wou dat zelf ook doen. Alleen ik wist nog niet hoe je dat helemaal aan moest pakken. Ik wist ook niet dat je een capture card nodig had om de gameplay te kunnen opnemen. Een webcam nodig had, een microfoon voor al dat soort dingen. Maar we hebben het uiteindelijk wel. Dus ik ben gewoon begonnen. Eerst waren we met iets van 6 man of zo. En toen met z'n tweeën. En ja, bij de tweede deed, dat was Rick, ik weet niet, waarschijnlijk kent bijna niemand van jullie, misschien een paar. En wij deden video's met onze telefoon. Ik had toen nog een iPhone 4, dacht ik. En moet je nagaan, het is nu al iPhone 7, bijna 8 denk ik al uit, moet je nagaan. En ik nam daarmee mijn televisie op. Ik had nog een televisie waar ik games op speelde. En ik had zo'n hele gekke statief gebouwd met kastjes en dozen en alles. Om die telefoon precies op dat beeld te krijgen. Maar natuurlijk de kwaliteit was echt ruk van die telefoon. En sowieso, je moet niet met een camera of telefoon je beeld gaan opnemen. Dat is sowieso ruk. En ja, daar begon ik mee. Met een iPhone 4 die games opnam van zijn tv. En dat waren maar dan een stunt in GTA of een 360 in Black Ops 2 toen. Dat waren de video's. Echt korte filmpjes met muziek eronder. Dat was het. En ja, uiteindelijk ging Rick weg. Toen gingen we naar de middelbare school. Toen had ik ook een tijdje geen videos meer gemaakt. Want ja, Rick ging weg en ik had er ook geen zin meer in. En toen heb ik uiteindelijk gewoon gedacht van, yo, weet je, fuck it. Ik ga het kanaal gewoon doorzetten. En kijk waar we nu zitten. 8000 subs en holy shit. En ja, nu heet het Games for Real. Toen heet het nog Rip GameNL. Rosse is baas GameNL. Yo, I weet het. Lol. Maar waar ik mijn inspiratie vandaan haal is van andere YouTubers. Weet je, je kijkt een beetje, oh, wat doet die? En vooral naar de kot YouTubers. Q&A's zijn gewoon standaard, weet je, niet bijna elke YouTuber. Maar gewoon bijvoorbeeld een kot challenge haal ik wel echt van een andere YouTuber vandaan. En ja, weet je, YouTube is een beetje van, ja, bijna alles is al gedaan. Dus je moet een beetje kijken, oh, hoe pak hij het aan? En dan doe je iets anders weer, weet je, zodat je toch een andere video hebt. Dus Markarsha, for real, thanks voor je vraag, jongen. Ik hoop dat ik een beetje beantwoord heb. En dan gaan we door naar de volgende vraag. En de volgende vraag is van The Incredible Weasel. En hij vraagt: altijd gamen of altijd eten? En dat is best wel simpel, want ik zou dan... Het is een beetje apart. Is het dan dat je echt 24/7 altijd moet gaan eten? Of gewoon dat je gewoon normale tijden gewoon mag eten? Dan zou ik toch sowieso voor eten gaan, want anders overleef je het gewoon simpel niet, weet je. En ja, game, ja, dan moet ik maar iets anders gaan verzinnen. Wat leuk is, een beetje, ja. Ja, je hebt eten nodig om te kunnen overleven. Dus dat is best wel simpel, denk ik. Gewoon altijd eten, want ja, anders overleef je niet. Dus in ieder geval altijd eten. De volgende vraag is van JustKwangNL. En Kwang vraagt mij vragen: niet opnemen / streamen, maar wel naar anderen kijken. Of opnemen en dan ook nog streamen, maar niet naar anderen mogen kijken. En dit vind ik best wel, ja. Want ik... Hoe heet dat? Ik kijk echt veel YouTube. Ik zit bijna altijd, elke dag zit ik op YouTube. En ik doe zelf ook aan YouTube. No shit, anders ik kijk deze video en like, Dylan, wat doe je? Je doet toch al YouTube? Ja, oké, laat maar. Altijd opnemen, streamen, maar niet naar anderen kijken. Of wel, of niet opnemen en streamen en dan wel naar anderen kijken. Ik vind dit een moeilijke. Want ja, opnemen en streamen vind ik gewoon, dat is mijn ding. Ik vind dat super leuk om te doen. En ik denk dat ik het daar dan ook gewoon mee doorga, weet je. Dan kan ik helaas niet naar anderen kijken, wat ik wel echt jammer vind. Want
ja, dan kan je nooit meer video's kijken, geen muziek meer kijken. Dat is wel echt ruk. Dus ik vind het een beetje... Ja, ik weet het niet. Het is echt een moeilijke vraag. Ik denk niet echt dat ik het... Maar weet je... het is echt wel een moeilijke vraag. Maar ik denk toch... Dan gewoon zelf opnemen en streamen. Om zelf nog die lol in iets te doen. Want ik heb voor de rest niet echt veel te doen. Dus ik ga toch voor opnemen en streamen. En dan helaas niet naar anderen kijken. Hey, ik kwam een goede vraag. Ik moest er even over denken. Maar ja, we gaan naar de volgende vraag. En de volgende vraag is van Thijs. A.k.a. Broodje Banaan. En Thijs vraagt, blijf je altijd in Nederland wonen? Of ga je als je die YouTube monies hebt naar VS of zo? VS, ik ben wel bezig, heb ik vernomen. Ja, dat weet je. Thijs heeft een baans. En deze vraag, ik had deze nog nooit gezien. En ik dacht van, weet je, deze vraag moet ik een keer beantwoorden. Want het zit best wel in mijn hoofd, weet je wel. Ik vind de Verenigde Staten, dat lijkt me het vetste om ooit nog naartoe te gaan. En dan vooral naar LA, New York, zoiets, weet je wel. En ik weet niet of ik daar ga wonen. Maar wel sowieso naar de VS wil een keer gaan in mijn leven. En dat is natuurlijk, het kost veel geld, dus je moet wel sparen. Maar wonen denk ik niet, ligt eraan, ja, mijn familie woont dan daar niet. En ik ga niet, dan ook helemaal in de Verenigde Staten en mijn familie hier, dan zien ze nooit meer. En ik denk niet dat ik dat ga doen, want ja, je moet ook helemaal, je wonen, dan moet je ook van alles gaan doen, weet je, dat je daarin mag wonen en zo. Dus ik denk gewoon in Nederland wonen, maar zeker een keer naar de Verenigde Staten. En dat lijkt me super tof, dan gaan we een gekke video neerzetten. Want ja... Ik ben nog nooit in de Verenigde Staten geweest, dus dat lijkt me zeker leuk om een keer heen te gaan. Hey Thijs, thanks voor je vraag, jongen. De volgende vraag is van Ray Sigers. En Ray vraagt, hoe oud was je toen je begon met YouTube? En dat was de vraag hier, de eerste vraag ook van rond groep 8, groep 7. En ik denk dat je dan 12, 11, 13 in de rond die leeftijd was. Dus 11, 12, 13. En ik ben nu 15, dus ja... Dat gaat snel, zeker weten. Hey, ratings voor je vraag. De volgende vraag is van Games for Days. En Games for Days vraagt Q&A. Wat zou je nog een keer heel graag willen doen? En dat is naar de Verenigde Staten. Graag gewoon naar LA lang. Zo dope gewoon hoe dat er echt uitziet. En nog een keer. Ja, misschien ja, met Jan opnemen. Lijkt me wel echt super tof. Gewoon een keer met hem gewoon een Black Ops 3 gameplay, commentary neer te zetten. En gewoon Domination of Hardpoint. Gewoon hoe heet zo'n game mode nou? Een objective game mode. En dat we gewoon hard gaan. Dat we gewoon goede scoresries halen en goede kills. En weet je, dat lijkt me zo tof om nog een keer met hem ooit een keer, misschien je weet maar nooit, kunnen opnemen. Dus hey, Games for Days, thanks voor je vraag, man. De volgende vraag is van Wessel Place, a.k.a. Wessel. En voor jou, man. Dylan, als je kon kiezen tussen nooit meer PC gamen of nooit meer PS4 gamen, wat zou je dan voor kiezen? Groetjes, Wessel VVT12. Groetjes terug, Wessel. Dit is best wel simpel, want ik ben altijd een console gamer geweest. Mijn eerste computer slash, ja, console ding, game apparaat geval, was ook een, telt er een Wii mee? Nou, ik zou maar gewoon bij de PlayStation Xbox beginnen. Mijn eerste was een Xbox. Ik heb op de Xbox als eerste gegamed. En toen heb ik voor een PlayStation 3 gekozen, want dat kon je online. Ik was altijd van, yo, oh, je kan online, holy shit. En ja, ik ben altijd een console player geweest. Dus ik zou zeker PS4 gamen dan weglaten en dan gewoon door blijven gaan op de PlayStation 4 of PlayStation 5 of die ooit uitkomt. Dus ik blijf voor altijd op de console. Dus best wel, thanks voor je vraag, jongen. Thanks voor de vraag. De volgende vraag is van Devlin. Ik heet Stampans, die TV. Zou je liever de loterij winnen of de perfecte baan vinden? En deze vraag vind ik aan de ene kant makkelijk. Maar ook weer niet of zo, zoiets. Want natuurlijk zou ik voor de loterij gaan. Je hoeft nooit meer te werken. En je kan... Ligt er ook aan hoeveel geld het is, weet je wel. Maar de perfecte baan. Kijk, bijvoorbeeld... YouTube kan de perfecte baan worden. Als jij gewoon 10 miljoen subs hebt... miljoenen views per dag krijgt op een video of zo. Per 2 dagen uit, per week of zo. Gewoon veel views. Dan is dat de perfecte baan. Dan verdien je ook knijtenveel geld mee. En je kan doen wat je blijft... Ja, ik vind YouTube leuk om te doen, dus dan zou ik dat sowieso doen. Maar zou je liever de loterij winnen? Weet je, met de loterij kun je ook nog steeds een YouTube kanaal beginnen. Dan kan je, zeg maar, gekke dingen met geld doen. Als jij, zeg maar, stel dat er ooit een loterij komt van 1 miljard, weet je wel. Dat je 1 miljard euro kan winnen, heb je zoveel geld om leuke dingen, leuke video's neer te zetten. Wat niet iedere persoon kan doen, want niemand heeft bijvoorbeeld dan een jacht of zo die je, ja,
Het is dan ook weer zo dat je een beetje opschepperig doet van yo, kijk mijn geld hebben, kijk wat voor files ze maken, oh jullie hebben geen jacht, weet je. Maar ik zou toch liever voor een loterij gaan, want dan hoef je nooit meer te werken en ik ben lui en ik hou van geld verdienen zonder iets te doen, dus duimpie. Nee, ik zou dan voor de loterij gaan, puur omdat je gewoon gekke files kan inzetten met geld, want ja. Gewoon echt geld insteken in video's, zodat het voor mensen ook leuk is om naar te kijken. Iets origineels neerzetten of zo. Dus ik zou gaan voor de loterij. Hey, definitely een keer vragen. Maar jongens, dit was de Q&A alweer. Ik heb een paar vraagjes van jullie beantwoord. En hopelijk vonden jullie deze Q&A leuk. Vergeet niet even onder deze Q&A even de volgende Q&A vraag te stellen. Dus als je een leuke vraag van mij weet, die komt dan in de volgende Q&A. Laat die even onder in de reacties en dan ga ik ze zeker de volgende Q&A beantwoorden. Dan wil ik jou bedanken voor het kijken. Geen duimpje omhoog te doen, te abonneren op mijn kanaal en dan zeg ik tot bij de volgende video. Later.